JR's Cuisine, traditionele Surinaamse keuken. Wij zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse, Javaanse en Creoolse gerechten. Vers bereid, de beste alubari roti, de lekkerste ovengerechten, telo en sauto. Vers bereid sap van tropische vruchten uit Suriname. Kom en ervaar de smaaksensatie. Bestellen? Geen probleem, wij doen ook aan bezorgingen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door David Cura, Ramdas Maiku & Partners, Akash Productions. Bijna zover. 25 mei op Tweede Pinksterdag organiseert Stichting Samantha voor de 17e keer de Familiesportdag. Iedereen is welkom, jong en oud. En voor een ieder is er wel een leuke activiteit. En vergeet je sportkleding en dansschoenen niet. Nikeri is het meest westelijke district van Suriname. Het grenst aan het buurland Guyana. Het is bij uitstek een agrarisch gebied met een brede kustvlakte van meer dan 100 kilometer. Mijn naam is Otto Dewanchan. Ik woon in Paramaribo, mijn kleine en mijn jonge jaren. En op mijn 35e jaar ben ik naar Nikeri gekomen. U mag weten dat ik mijn leven begonnen ben met tractoren, naar de schoolbanken. En we hebben als kinderen van Dewanchan Gopal Singh, zelf een Punjabi. Wat mijn werk betreft, ben ik op mijn 19e jaar begonnen met werken met machines, dus na de schoolbanken. En ik mag zeggen dat ik heel blij ben dat ik eerst met machines heb gewerkt, ja, op mijn eigen benen ben gaan staan en uiteindelijk mijn eigen huis gebouwd en dan gaan trouwen om dan een gelukkig leven te hebben. Ik ben dan op mijn 35e jaar verhuisd naar Nikeri. Ik kwam bij de landbouwbank terecht. En ik heb daar twee filialen moeten leiden. Eén is het filiaal van de Landbouwbank in Nikeri en één is het filiaal van de district Koroni. Dat is Oedolosa, hè? Ja. Dit kanaal heeft vroeger gefungeerd als waterreservoir voor de mensen die in Nikeri woonden. Er was geen waterleiding toen en men kwam water hier in vaten vullen. Men rolde dat vat over de weg. Ik heb het ook gedaan. En zo brachten we water thuis om te gebruiken. Rijst is in Suriname het volksvoedsel nummer 1. Voor 1873 vormden groene bananen, cassave en andere knolgewassen het dagelijks menu voor de toenmalige slavenbevolking. Met de komst van de Brits-Indische contractanten die in hun land gewend waren aan rijst, werd in Suriname rijst geïntroduceerd. Thank you.
dat is eigenlijk veel, 25 kilogram witte rijst, white rijst. Voor consumptie in Paramaribo, Nikeri en ook voor export. Hier heb je verpakkingen van 10 kilo. Daar heb je 25 kilo, hier 10 kilo. Na het uitdienen van een 5-jarig contract, vestigden de meeste Hindustanen zich in de districten aan de kustvlakte als kleinlandbouwers. Het eten van rijst drong vervolgens door tot de overige bevolkingsgroepen. Het dagelijks werk gedaan te hebben, ga ik naar mijn handen wassen en naar huis. Deze bak komt van plantage Waterloo, suikerfabriek Waterloo. En het dient als waterbak voor mijn arbeiders op MCP. Het doet ons goed, we hebben altijd koud water, het is onder het dak. En het helpt ons en de arbeiders ook om koud water te drinken. Mijn koeienstal, waar koeien die geworpen hebben, die worden hier ondergebracht. En de kalfjes ook. En dan komen ze 's morgens hier bij elkaar. We hebben hier ook wat schapen. Die schapen die heb ik als, ja, die koeien ook als hobby, maar schapen meer als hobby. Ik heb laatst 2 verloren, gestolen van hieruit. En nu doen we alles op slot. Vroeger heb je de markt anders gehad. De markt was zo in de lengte. Ja? Maar nu hebben ze weer in de breedte. Ja, hij weet het. JR's Cuisine. Traditionele Surinaamse keuken. Wij zijn gespecialiseerd in Hindoestaanse, Javaanse en Creoolse gerechten. Vers bereid, de beste aloo-bari roti, de lekkerste ovengerechten, telo en sauto. Vers bereid sap van tropische vruchten uit Suriname. Kom en ervaar de smaaksensatie. Bestellen? Geen probleem, wij doen ook aan bezorgingen. Bijna zover. 25 mei op Tweede Pinksterdag organiseert Stichting Samantha voor de 17e keer de familiesportdag. Iedereen is welkom, jong en oud. En voor een ieder is er wel een leuke activiteit. En vergeet je sportkleding en dansschoenen niet.